Ja, Guusje, wat kunnen we van jou verwachten op het WK? Gewoon goed judo, als het goed is. Ik ga gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En hopen dat ik ver kom natuurlijk. Of nou ja, daar ga ik voor. Het is gewoon zo hoog mogelijk te eindigen natuurlijk. En hoe ver is ver? De laatste paar toernooien heb ik het gewoon heel goed gedaan. Vaak op het podium gestaan. Ik ga wel, mijn doel is wel een beetje om een podium te komen. Zoals ik al zei, we gaan gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En dan zien we waar het eindigt. Europese Spelen ook brons, hè? Dus ja. Ik kan me voorstellen dat dat naar meer smaakt. Ja, zeker. Ja. Ja, en 2 gouden medailles op Grand Slams. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik weet dat ik zeker kans maak. Ik ga er gewoon strijdlustig in. Wie zijn jouw grootste concurrenten? Er zijn natuurlijk nog een aantal mensen waar ik nog nooit van gewonnen heb. Zoals een Amerikaanse, Harrison, Sol, een Noord-Koreaanse en natuurlijk mijn landgenote Marinde Verkerk. Het zijn gewoon pittige tegenstanders. Ik heb ook nog een keer ook een Braziliaanse tussen zitten, daar heb ik nog nooit tegen gestaan. Dus er kunnen nog leuke potten volgen, denk ik. Zo afspreken finale tegen Marinde Verkerk dan? het zou kunnen als de loting het zo ingeeft, dan zou het kunnen. In ieder geval 2 medailles. Hè? De doelstelling hoorde ik net zijn 3 medailles. Mm-hmm. Ja, denk je dat de Nederlandse equipe dat wel gaat lukken? Normaal zou ik zeggen ja, makkelijk. Alleen vorig jaar hadden we natuurlijk een beetje een debakel. Toen hadden we maar 1 bronzen medaille. Vorig jaar was mijn eerste WK, dus dat was allemaal nog eventjes wennen, nieuw inkomen. Ik denk het wel. Maar het kan natuurlijk altijd anders lopen. Het is een WK en iedereen is er, iedereen is topfit. Dus lastig.